Hey Livia en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Female Leader Podcast. Super fijn dat je er weer bij bent. Ik heb vandaag echt een hele mooie aflevering weer voor je. Allereerst, en ik, ik, ik realiseer me dat ik dit veel vaker ook mag vragen, maar ik zou het dus echt super tof vinden als je mijn podcast in Spotify misschien even kan. Um, ja, hoe zeg je dat? Beoordelen. Als je bovenaan aan de podcastshow even op de drie puntjes klikt en dan onderaan naar show beoordelen gaat, je weet vast hoe het moet, dan hoef je alleen een aantal sterren toe te kennen en daar zou je echt mij zo ontzettend mee helpen, maar ook andere vrouwen. En ik vergeet het heel vaak te vragen, dus dat is iets waar ik voor mezelf leiderschap over mag pakken en veel meer in mag gaan staan. En ik wil het straks ook meenemen in mijn intro. Nou ja, dat je daar ook gewoon regelmatig aan gereminded wordt, want ik weet zelf ook, dat vergeet je. En dan moet je dat gewoon een aantal keer horen en denk je, oh ja, ik wil echt nog even een review voor um, nou ja, deze fijne podcast achterlaten. Tenminste, als je mijn podcast fijn vindt om te beluisteren natuurlijk. Geen verplichting, maar mocht je eraan denken, zou je mij en andere vrouwen daar echt ontzettend bij helpen. En ja, vandaag wil ik het heel graag met je hebben over een aantal ja, fijne eigenschappen die je als vrouw, als vrouwelijk leider echt meer mag gaan ontwikkelen of meer mag gaan verdiepen als je die al ontwikkeld hebt. Maar wat mij betreft, hè, nou ja, laten we eens gaan kijken naar welke eigenschappen heeft een vrouwelijk leider eigenlijk. En dat zijn gelijk ook de eigenschappen die je, ja, die je verder mag gaan ontwikkelen, omdat, hè, om, om echt... Als een, een boss, think like a boss, echt de lady boss of de ondernemerswereld te worden, mag je gewoon deze eigenschappen echt verder gaan ontwikkelen. Mag je daar aandacht aan besteden. Um, en waar je ook staat in die eigenschappen, dit zijn in ieder geval eigenschappen die een vrouwelijk leider met zich meedraagt. En de allereerste is confidence, vertrouwen in jezelf, zelfvertrouwen. Dat die, die, die stapjes buiten je comfortzone durven zetten. Een, een vrouw met veel zelfvertrouwen wordt als sterk gezien, wordt als een sterke leider gezien. En wat jouw leiderspositie in deze wereld ook mag zijn, hoeft niet te betekenen dat je. He, on top of the world hoeft te staan en of de tussen haakjes bekende leiderschapsposities hoeft te bekleden. Het gaat in eerste instantie natuurlijk vooral om de leiderschapspositie in jezelf, de leiderschapspositie in jouw business, de leiderschapspositie in jouw niche, in jouw branche, in jouw markt en vervolgens he, de positie waar je graag. Nou ja, naar door wil groeien. Dus de positie die jij als hoogste positie voor jezelf ziet, daar mag jij die vrouwelijk leider echt voor worden. Daar mag jij vrouwelijk leiderschap voor toepassen. En zelfvertrouwen is daar natuurlijk wel echt ontzettend belangrijk in, omdat zonder dat zelfvertrouwen, ja, geloof je ook niet zo 100 procent. Of Sofie, ik wilde twee dingen tegelijk zeggen. Dan geloof je ook niet 100% in jezelf. Dan heb je niet 100% vertrouwen in jezelf dat je het kan. Maar als je het van de andere kant bekijkt, als jij niet 100% in jezelf gelooft. of op jezelf vertrouwt dat je het kan. Ja, hoe kunnen jouw klanten dat dan wel doen? Hoe kunnen ze in jou dan de leiders zien die zij op dat moment, op welk niveau dan ook, nodig hebben? Dus wat is er nou voor nodig om. Om ervoor te zorgen dat jij meer zelfvertrouwen gaat ervaren. Dat je meer zelfliefde gaat voelen. Want dat is natuurlijk met elkaar verbonden. Dus als jij voelt van: ik heb nog niet voldoende zelfvertrouwen. Er zijn echt stukjes in mij. Ja, die me nog doen twijfelen. Stukken in mezelf waar ik onzeker over ben. Stukken. Nou, misschien ho over hoe je eruit ziet. Doe er wat aan. En dat wil niet zeggen dat je iets aan je, aan je uiterlijk moet doen. Absoluut niet. Want je bent perfect zoals je bent. Um, maar. Zorg ervoor dat je, wat je lichaam betreft, bijvoorbeeld allereerst al de zelfliefde, dat je daar het zelfvertrouwen in hebt. Maar ook dat je het vertrouwen hebt als je in jezelf, als je stapjes buiten je comfortzone gaat zetten. Um, dat je vertrouwen in jezelf hebt als je investeert. He, dat je de investering hoe dan ook. Het hoeft niet dat, dat je binnen een maand de hele investering terug hebt verdiend. En dan verdien je hem niet terug. Soms is het terugverdienen van de investering niet per se het geld. Maar is het vooral de waarde en de groei die jij doormaakt. Dat heb ik zelf ook gehad. Um, dus dat zelfvertrouwen dat staat echt met stip op nummer 1. Zorg dat je bouwt aan een hoge mate van zelfvertrouwen, want vrouwelijke leiders die als sterke leiders worden gezien, die stralen zelfvertrouwen uit. En het begint bij het vinden van de zelfvertrouwen in jezelf. Dat is het allerbelangrijkste wat er is. Dus dat is echt een eigenschap. Nou, is het echt een eigenschap? Ik heb het natuurlijk genoemd: ontwikkel deze eigenschappen als vrouwelijk leider. Nou ja, ontwikkel deze stuk in jezelf ja, om meer uh, vrouwelijk leiderschap uh, te kunnen toepassen. En ik denk daarmee verbonden zit ook een stukje dat je ook echt je eigen. Beperkingen loslaat. Maar, hè. Dus werk aan je beperkende overtuigingen. Werk aan je sabotagesystemen. Het, heeft, het staat allemaal in verbinding met wie jij bent. En de mate waarin je in jezelf gelooft. De mate waarin je op jezelf vertrouwt. En um, de mate waarin jij zo sterk mogelijk in jezelf en in je bedrijf kan staan. Oké, okay, de tweede is echt wel um, <coughs> accountability. En ja. Je zit even naar het Nederlands wo Nederlandse woord te zoeken. Ownership, eigenaarschap eigenlijk. Maar ik vind ownership zoveel mooier klinken. Want hoe meer jij jezelf accountable kan houden voor de stappen die je zet, de fouten die je maakt, nee, fouten tussen haakjes, de groeipunten die je doormaakt, zo zie ik het liever, dat maakt je betrouwbaar. De mate waarin jij jezelf accountable kan houden in het traject wat jij organiseert voor jouw klanten. De mate waarin jij jezelf accountable kan houden om ja, zo goed mogelijk voor jezelf te zorgen, jezelf zo goed mogelijk te presenteren. Of in ieder geval te presenteren op een manier waarop jij jezelf wil presenteren. Um, en ook de manier waarop jij je klanten accountable houdt voor hun eigen groei. Dat betekent niet dat je verantwoordelijk bent voor hun groei. Dat betekent niet dat je te constant achterna hoeft te zitten. Maar het betekent wel dat je wel mag verwachten dat jouw klanten ook alles zullen geven in het traject met jou. Of hoe jouw aanbod er ook uitziet. Dat jij mag verwachten dat jouw klanten. Er alles aan doen en ook verantwoordelijkheid voor zichzelf nemen en ownership pakken over hun eigen stukken. En dat je de standaard in dat stukje accountable zijn voor jezelf en voor je klanten, maar ook richting je klanten, dat zij accountable moeten zijn voor hun eigen stukken, dat zij de verantwoordelijkheid hebben, dat zij dat ownership moeten pakken, dat gaat zoveel opleveren. Dat zet je jou als vrouw op een hoger plek, maar het trekt ook gelijk je klant. Daar zit die transformatie allereerst. Als je klant in jou investeert, en dit is wat je voor ze kan betekenen: dat is gelijk dat ownership kunnen pakken, dat is gelijk hè, die groei kunnen pakken en dan in energie ook kunnen doorgroeien. Daar zet je gelijk de standaard heel hoog. Dus dat is ook echt super belangrijk dat je dat in jezelf ook doet. En dat je jezelf accountable houdt in je eigen leven en in je business. En dat je bijvoorbeeld het ownership pakt over commitments die je met jezelf aangaat. En we hebben allemaal van die commitments die nu waarschijnlijk bij jezelf omhoog gaan komen, waarvan je denkt, oh my god, dat, dat, dat wil ik echt graag, maar het lukt elke keer niet meer. Nou, ga daar eens aan werken. Pak daar eens dat ownership over. Ga daar eens jezelf accountable in houden. En je zal zien dat dat wel heel veel met je zijn en met je energie. En met, met ook met het zelfvertrouwen in jezelf en je discipline gaat doen. Dus dat gaat je echt heel erg helpen. Um, een eigenschap die een vrouwelijk leider ook heeft. is dat ze een sterke visie voor zichzelf heeft, dat ze een sterke visie durft te houden. Op voor zich durft te zien, durft te benoemen, dat voor durft te gaan staan. Want dat is wat ik echt vaak tegenkom en dat is ook wat de maatschappij ons als vrouw in de loop van de honderden jaren heeft geleerd en waar we nu natuurlijk heel erg uit aan het komen zijn, zeker omdat we met z'n allen ook echt naar een 5D reality gaan. Maar um, en dat we heel veel met persoonlijke ontwikkeling en, en spiritualiteit en spirituele ontwaking bezig zijn, et cetera. Maar die visie. Wij zijn als vrouw zo gewend, ook in de oude lijnen. Het zit echt nog in onze genen. En het is ook in deze maatschappij heel vaak nog zo dat we als vrouw geen grote visie durven te hebben. Waar mannen gewoon zeggen. oké, okay, ik wil hier naartoe werken. En dit is ook wat ik voor mezelf ga creëren. En heel veel mannen dat ook gewoon heel snel kunnen creëren... is omdat ze die, die, die generationele beperking niet hebben. Omdat mannen altijd al heel groots hebben mogen denken. En natuurlijk mogen we als vrouw wel in deze huidige maatschappij... of de meeste vrouwen in ieder geval... mogen we groots denken. Maar toch is het echt nog een generationeel stuk... dat we als vrouw... Ik zit toevallig... De... Uh, serie Die Keizerin te kijken op Netflix. Super toffe serie. Overigens, als je ervan houdt. Het gaat over Elisabeth, over Sissi, over haar leven. Ik vind hem echt super vet. Maar het deed me ook realiseren hoe in de 18e eeuw, het is volgens mij later in de 18e eeuw, ik weet niet precies, 1850, 1870, nou, ergens daar volgens mij, maar. Als je even nadenkt, zo enorm lang is dat nog niet geleden. Ja, ondertussen natuurlijk wel, maar als je kijkt richting de Tweede Wereldoorlog, het zijn maar kleine stukjes eigenlijk, hè. Maar daar, de vrouw daar, nou ja, ook in dat, in dat hele keizerrijk waar zij dan woont, zij mocht zichzelf niet uiten, ze mocht zichzelf niet zijn. Niet zijn. Ze moest binnen de hokjes die bepaald waren in dat... Um, ja, in dat keizerrijk mo moest zij zich bewegen en grootse ideeën en gedichten schrijven en tekenen en een visie voor zichzelf hebben hoe zij haar leven zag. Nee, dat kan niet. En daar liep zij als vrouw ontzettend tegenaan en daardoor is zij ook echt onwijs ongelukkig geweest omdat ze aan alle kanten werd tegengehouden. En eigenlijk haar stap om met Frans uh, de keizer uh, te trouwen. Um, ja, dat, dat leek op dat moment heel mooi, omdat hij haar die ruimte gaf. Maar omdat zij beide zo beperkt worden door wat er in eh, het paleis en het keizerrijk voor hun bepaald werd. Het, het werd zo, daar werd het me zo ontzettend duidelijk ook, waar dat ook echt vandaan komt. Hè? Die hele groei. En het is natuurlijk nog veel erg geweest. Vrouwen die niet mochten stemmen. Vrouwen die... Nou ja, hè? alles, de groei die we als, als vrouw zijn, hebben mogen doormaken de afgelopen tientallen jaren... Is super mooi, maar die generationele stukken zitten er gewoon nog in. Dus heel vaak durven we als vrouwen niet een grote visie te hebben. En tegenwoordig is die vooral gelinkt aan een stukje faalangst. En vanuit die faalangst vale dan hè, de reacties vanuit de omgeving. Want stel je ziet voor jezelf, ik wil dit jaar 500k omzetten. Ik, wil dat voor, ik, heb, ik heb een bepaald doel voor mezelf. Ik wil dit jaar echt heel graag 500k omzetten. I don't care. Of ik er wel of niet kom. En ik benoem dit niet zo heel erg vaak, maar ik, ik ga dit wel vaker benoemen. Gewoon om dit vaker voor mezelf te benoemen. Niet om iemand niet. Ik wil je er niet mee triggeren. Ik wil ook niet ermee zeggen: ik sta hier. Ik sta er nog lang niet. Het is way out of my comfort zone. Ik denk eerder van: nou, ik weet niet of dat gaat lukken. Maar ik heb hem gewoon voor mezelf gezet. Omdat ik het tof vind om nog groter te gaan denken. Want wat is er nou voor nodig om die 500k te creëren? Oké, okay, dat is een andere podcast. Maar die visie en de visie die ik daarnaast heb van het leven dat ik voor mijn, mijn gezin daarmee ook wil creëren. En uh, de boerderij die ik in Spanje wil hebben met paarden. En nou ja, dat soort dingen. Die grootste visie die zorgt ervoor dat ik ook daadwerkelijk die stappen blijf zetten die nodig zijn. Want hoe kleiner je denkt, als je maar een maand verder gaat kijken, zit je zo in je business dat je. Dat, dat je niet verder komt. Want je gaat tegen een muur aanlopen. Juist die grootste visie, juist dat verder kijken dan je neus lang is, is zo ontzettend belangrijk. En de meest succesvolle vrouwen hebben een onwijs grootste visie voor zichzelf waar ze op. Ondanks wat ze ook tegenkomen, op hun pad altijd aan vast blijven houden. En dat is zo ontzettend belangrijk, ook voor jou. Maar juist omdat we dan denken: ja, maar als ik dan een half jaar verder ga denken. ja, weet je, ik weet niet of, of, of me dat gaat lukken. Dus ik, ik kijk liever een maand verder. Ja, dat is super leuk en dat snap ik en dat mag ook. En natuurlijk kan je maand voor maand kijken, maar zorg dat je een grote visie voor jezelf hebt. Want waarom willen we dat nou niet? We willen dat niet omdat we bang zijn dat we het niet behalen. En als we er dan over praten met anderen en we behalen het niet, ja, dan hebben we gefaald. En dan komt dat hele stuk weer naar boven, wat diep van binnen in ons geworteld zit, zie je wel. Je kan maar beter gewoon dat en dat doen. En daarom willen we liever geen grote visies stellen, omdat we bang zijn dat we het niet halen. En ik wil je daar iets anders in meegeven. Ik wil dat jij vandaag nog. Alsjeblieft, een grote visie voor jezelf gaat opschrijven. En maak hem nog groter dan dat je nu voor mogelijk kan houden. Hij mag zo onbereikbaar voelen. En hij mag zo groot voelen, dat je er zo enthousiast voor wordt. En dat het je echt je ultieme, je ultieme droom is, je ultieme businessdroom is, je ultieve, ultieme leven is, waar je echt voor wil gaan. En die gewoon no matter what, altijd I, ice on the prize. Dat is gewoon waar je naartoe gaat werken, waar je ook staat. En of je dat dit jaar nou gaat behalen, of volgend jaar of over drie jaar, het interesseert je niet. Dit is jouw visie. En die mag je hebben. En daar mag je gewoon voor gaan staan. En dat is iets wat, ah, wat ik zo vaak tegenkom: dat vrouwen dat gewoon niet kunnen hebben. En dat is echt een stukje wat echt bij een vrouwelijk leider hoort: dat je gewoon echt die visie vast kan houden. En dat je er no matter what altijd voor gaat. Dus een grote visie voor jezelf creëren. Ga het doen. Dit is misschien nog wel een van de allerbelangrijkste. En natuurlijk zelfvertrouwen en alles andere is ook zo belangrijk. Maar zorg dat je een grote visie hebt voor jezelf. Want het mag. Het mag, het mag, het mag, het mag. Het mag. Ga het doen. Oké, okay? ga het doen. Echt waar. Pak strak je pen en papier en ga het doen. Of zet de podcast stil. Ga een grote visie voor jezelf creëren. Maak hem nog groter. Maak hem nog meer onbereikbaar. Niet dat je zegt, oké, okay, ik wil vandaag of morgen uh, 5 miljoen creëren. Ik zeg niet dat het niet kan. Want er zijn veel manieren om morgen 5 miljoen te hebben. Maar het moet wel geloofwaardig zijn. Snap je? Dus dat is natuurlijk wel even een kleine side note. Maak dat je weet. Oké, okay, dit voelt echt super onbereikbaar. Ik heb geen idee hoe ik dit kan doen. Maar ik voel wel dat dit voor mij mogelijk is. Want ik zie het andere vrouwen ook doen. Dus ik weet dat het voor mij ook mogelijk is. En dit, hoe tof zou het zijn als ik hier. Op dit punt ooit. Nou, niet ooit. Um, ik weet zeker dat ik tot dit punt ga doorgroeien. Maar wanneer? I don't care. Ik weet wel dat ik er ga komen. Dus zo mag je erin staan. En daaraan gelinkt is eigenlijk echt het stukje faalangst. Wat je niet verder mag gaan ontwikkelen, maar wat je wel mag, verder mag gaan uitpluizen. Waar komt die faalangst bij mij eigenlijk vandaan? Waar is dat aan gelinkt? En hoe kan ik daar beter mee omgaan? En wat ik. In um, het boek Think Like a Boss um, a Leadership, wat ik daarin tegenkwam, uh, zei je omschreven failure als first attempt in learning. Nou, ik vond die zo ontzettend mooi. Failure staat voor faal, falen. En dan is failure first attempt in learning. Ja, ik vond hem zo ontzettend mooi. Dus die wilde ik ook echt nog even aan je meegeven. Um, en als je dan tussen haakjes faalt, of je hebt een first attempt um, in learning gedaan, je hebt een eerste mogelijkheid tot iets leren gedaan, en daar mag je dus nog verder in leren, neem daarna ook de tijd om eens even te evalueren. Dat doen vrouwelijke leiders ook echt. Neem de tijd om te evalueren: oké, okay, wat heb ik gedaan? Wat was het resultaat? En waar kan ik van leren? En hoe kan ik dat de volgende keer anders doen? Zonder daar ook maar enig oordeel op jezelf op te hebben. Dus dat is iets wat je ook echt mag gaan ontwikkelen. Dat je meer buiten je comfortzone durft te stappen. Dat je fouten durft te maken. Want die fouten zijn een eerste stap in het leren van waar je naartoe wil werken. En daarna mag je de tijd nemen om daar ook gewoon eens even heel liefdevol naar te gaan kijken. Want zonder die fouten te maken, zonder die stappen buiten je comfortzone te zetten, zonder dingen te doen die niet goed gaan, ga je ook niet dat succes, succes creëren wat je zo graag wil. Um, een andere mooie eigenschap die ik aan je mee wil geven is vrouwelijk leiders werken constant aan zichzelf. En wat ik vaak zie gebeuren is dat we blijven hangen in dat stukje innerlijk werk. Dat is niet per se alleen maar aan jezelf werken. Aan jezelf werken betekent het onderzoek doen in jezelf, daarna een besluit nemen en vervolgens verandering creëren door ook om ja, in actie te gaan komen. En wat ik vaak zie is dat we dan een stukje in onszelf tegenkomen. Dat komen we vooral tegen omdat we een nieuwe stap willen zetten, omdat we iets nieuws gaan creëren, omdat we iets gaan doen wat we nog nooit hebben gedaan. Dus daar wordt ook een sabotagesysteem gecreëerd of uh, geactiveerd. Dan gaan we innerlijk werk doen, want het voelt oncomfortabel. Waar komt dat vandaan? Bla 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 Allemaal super belangrijk. En dan blijven we daarin hangen, want dat is veel veiliger dan op een gegeven moment het besluit te nemen. Tot hier en niet verder. Ik weet nu waar het vandaan komt. Ik ga de gehechtheid daarmee ga ik gewoon loslaten nu, want het dient me niet meer. En ik ga nu zorgen dat ik in actie kom, zodat ik het dan ook daadwerkelijk waar ga maken. En dat is iets wat we vaak vergeten. Dus dan blijven we te lang in het stukje in het werk hangen en we gaan niet in actie komen. Dus we pakken daar geen leiderschap over. Nou. Dat is iets wat dus super belangrijk is. Dus zeker de focus houden op zelfontwikkeling, op het ontwikkelen van jezelf. Maar daarna ook het leiderschap pakken over jezelf, zodat je ook daadwerkelijk in beweging gaat komen. En dan ook daadwerkelijk een andere realiteit voor jezelf gaat creëren. Um, ja, een laatste is dat je echt gaat inzien wat jij waard bent. Dus wat ben je waard? Waar sta je voor dat je echt gaat werken aan jezelf worth. Want hoe meer jij daarin kan gaan staan, hoe meer je kan gaan, zie kan gaan zien wat jij kan, wat jij weet, um, wat, wat jouw ervaring is in deze wereld. Um, hoe meer je daarvoor kan gaan staan, hoe beter je dat ook gaat, ja, hoe meer je dat ook gaat uitstralen, hoe meer je die energie ook gaat overdragen aan degene die jij wil gaan bereiken met jouw mooie werk. Dus Weet wat je waar bent. En dat heeft ook weer alles te maken met zelfvertrouwen en jezelfwaarde. Maar ook weten wat jij kan. Dus daar ook echt voor gaan staan. Daar heb ik zelf ook ontzettend veel werk op moeten doen. Dat ik echt goed kon zien: maar ja, wat, wat kan ik nou eigenlijk? Wat weet ik eigenlijk? En. Wat zijn mijn ervaringen daarin en nog veel meer en weet je vaak gaat het ook natuurlijk is kennis belangrijk en de expertise belangrijk, maar het gaat nog veel meer om wat jij daarin zelf ook hebt te ervaren en dat is natuurlijk vooral wat je ook doorgeeft aan een ander. Dus ga daar ook echt in staan. Um, een zin die ik aan je mee wil geven is: raise your hand and lead. Ga opstaan. Raise your hand and lead. Ik wil dat jij jouw tribe echt gaat leiden. Dat je dit gaat ontwikkelen voor jezelf. En dat je je tribe gaat leiden naar die plek waar jij ze zo graag wil hebben. En dat je gaat laten zien dat jij de living proof daarvan bent. Ga laten zien dat jij daar al staat. Ga laten zien dat jij weet. Um, hoe zij dat pad kunnen belopen door jouw plek als vrouw helemaal te gaan innemen. En met het ontwikkelen, en zo zijn er natuurlijk nog veel meer eigenschappen die je kan ontwikkelen. Maar dit zijn wel echt een aantal belangrijke eigenschappen die je echt mag gaan ontwikkelen. zodat jij nog veel meer ja, in jouw plek als vrouwelijk leider gaat staan. en dat voor je tribe gaat zijn. en daarmee nog veel meer omzet en succes gaat aantrekken. Oké? Okay? Oké, okay, ik heb denk ik alles gezegd wat ik wilde delen in deze podcast. Ik, heb, ik hoop dat je super fijne, toffe inzichten op hebt gedaan. Laat me vooral even weten waar jij voor jezelf aan mag werken. In een DM op Instagram zou ik het super tof vinden. Als ik met je in gesprek kom, um, dan leer ik ook mijn luisteraars wat beter kennen. Voor nu, um, ja, ik wens je echt een super fijne dag. Ik bedank je ontzettend voor het luisteren. En um, ik spreek je morgen weer. Doei!